Hallo, wist u dat jaarlijks zo'n 500.000 jaarrekeningen worden neergelegd bij de Nationale Bank van België? Deze neerleggers hebben drie mogelijkheden. Het importeren van één of meerdere ZIP- of XBRL-formulieren. Een neerlegging doen op basis van een PDF-formulier. Het opmaken van een nieuw aangifteformulier. In deze instructievideo leggen we stap voor stap uit hoe u als neerlegger een aangifte van een jaarrekening kan doen op basis van een nieuw neerleggingsformulier. Deze neerlegging gebeurt via de filingtoepassing van de Nationale Bank van België. Eerst moet u verbinding maken met filing. Als u filing voor het eerst gebruikt, is uw persoonlijke ruimte nog helemaal leeg. U kunt direct klikken op de optie opmaken van nieuw neerleggingsformulier. Als u daarentegen al eerder een neerlegging hebt gedaan, klik dan op Nieuwe neerlegging rechtsboven op uw scherm en kies vervolgens voor opmaken van een nieuw neerleggingsformulier. Voer het ondernemingsnummer in van de betrokken onderneming waarvoor u een jaarrekening wilt neerleggen. Vul de verplichte velden in, zoals de begin- en einddatum van de gewenste taal voor het opstellen van de jaarrekening. Let op! Aangezien Engels geen officiële taal is in België, worden jaarrekeningen die enkel in het Engels zijn opgesteld niet als rechtsgeldig beschouwd. De munteenheid, het model van de jaarrekening. U kan ook de automatische berekening activeren. Nadien klikt u op het formulier aanmaken. U kunt er de gegevens van uw jaarrekening invullen. Dit kan op twee verschillende manieren. Ofwel scherm per scherm via het verticale menu aan de linkerkant van uw scherm, of om de boekhoudgegevens in te voeren door te klikken op naar de snelle redactie bovenaan uw scherm. Vergeet niet om de gegevens regelmatig op te slaan terwijl u ze invoert. Wanneer u de gegevens van de jaarrekening hebt ingegeven, kunt u het formulier best opslaan en valideren. Het validatierapport verschijnt op het scherm en toont eventuele blokkeringsfouten die gecorrigeerd moeten worden voor indiening en of waarschuwing die geen hinderpaal vormen voor indiening. De jaarrekening kan daarna worden ingediend via de knop Indienen, tenminste indien ze geen fouten meer bevat. U kan de gegevens van een eerder opgemaakte jaarrekening alsnog wijzigen door te klikken op de drie verticale stippen en er te kiezen voor gegevens van de jaarrekening bewerken. Vergeet niet om alle wijzigingen nadien ook op te slaan en te valideren. Als de neerlegging correct is verlopen en nadat de betaling is ontvangen, wordt de jaarrekening gepubliceerd. Voortaan kan iedereen ze raadplegen via de consultpagina op de website van de Nationale Bank van België. Wilt u graag nog meer weten over het neerleggen van de jaarrekening? Bezoek dan zeker de vernieuwde website van de Balanscentrale of abonneer u op het YouTube-kanaal van de Nationale Bank van België.